Gebed was nog altijd voor mij belangrijk. Ik het groot geworden in een huis waar ons saans saam gebid het. En ik onthou specifiek tye wanneer ons als die groter familie bij opa en oma voor al kersfeestye gaan kuier het. Dan het ons in die aande saam gekniel en gebid en opa het begin en hy het sy lys deur gebid. Of oma langer as opa gebid het, weet ik niet, want ik het aan die slaap geraak wanneer sy bezig was. Ik was een van die jongste kleinkinders. En wanneer so 2 of 3 voor my beurt was, is ek wakker gemaakt so met die print van die bank op my wang. Dan was het my beurt om te bid. En ek het dan gauw my ruimpie deurgebid, my lysie deurgewerk en verder geslaap. Dis kostbare herinneringen vir my. So het ek aangehou met bid en dit was my voorbeeld. En toe trou ek met Annie en ek het my lang gebed gebid, want ek het wou hierdie nieuwe vrou van my beïndruk. Het was so 1 of 2 nadat ons getrouwd is, die honeymoon fase was voorbij. Sy sê so even vir my, hierdie bid ding werk nie vir haar nie. Ek toch, Here, die vrou wat u my gegee het. Sy verduidelik en sy sê, ek bid deur my lys so lank moontlik en ek dek dit so degelijk as moontlik. Ek bid vir volk en vaderland en ek draai sommer so kort diskant Gorbachev se vlek en dan moet sy nou min of meer diezelfde gebed op een kreatieve manier oorbid. En net daar en dan maak ek en sy so een kwaliteit besluit in ons leven. Ons noem dit die gespreksgebed. Want ons dek een onderwerp op een slag degelijk, totdat ons voel, ons het die onderwerp deurgewerk. Bijvoorbeeld, ek sal sê, weet jy, ek het vandag aan Jan gedink, en dan sal sy miskien sê, weet jy wat, net gister was Carla op my hart. En dan sal ons net daar en dan oorgaan, en ek sal sê, Here, u weet wat het Jan nodig, voorsien in sy werk, voorsien wat ook al, en Annie sal bid en sê, Here, Carla is een ma, sy het wysheid en geduld nodig met die kinders. Ons sal miskien oorgaan en somme vir die kinders bid en sê, Here, u weet in wat er levensfase is hulle, voorsien vir hulle, gee dat daar vrede en geluk is. En dan as ek en Annie die onderwerp klaar hanteer het, dan sal ons aanbeweeg miskien na een volgende onderwerp. Partykeer rij ons in die kar en dan is my oë nie eers toe nie. Maar ons voel ons hanteer onderwerp vir onderwerp en ons werk nie net shopping lists teer nie. Dis soos dat ons het geniet. Dis nie die enigste manier hoe ons bid nie, maar wanneer 2 of 3 saamstem, is daar soveel kracht. En ek denk meer nog in die huwelik, wanneer man en vrou saamstem oor 'n ding, is asof God se seën op 'n ekstra vlak net teenwoordig is, soos wat ek het beleef. Ek wil vir jou sê, mag jy die lekkerte en die vreugde, op jou manier, hoe dit ook al is, mag jy dit geniet, somme net met jou hemelse Vader te praat, met hom te kuier. Dit is gebed om met hom te gesels.